Dit lijkt het misschien een normale score in dan wat, maar dat is het zeker net. Op een zolder had Harry Karsies een indrukwekkende retriedzameling opgebouwd. Van redenen om het alles wat er bij mij het retrieden te krijgen had. Dus zolder zit er voor mij. En daar is Harry, 38 jaar lang al mee begonnen. Dan ga je onwillekeurig terug naar je, naar je kindertijd. Uh, en dat is een bijzondere tijd geweest. Ik was een buitenkind, dus ik speelde altijd buiten. Nou, als er dan ijs of sneeuw was. Ja, dan was, ik niet meer, dan was ik eigenlijk voortdurend buiten aan het spelen. Dat was zo ontzettend leuk. Daar is het wel begonnen hoor. Dus ik had op een gegeven moment een paar oude schaatsen. En er waren een paar bijzondere schaatsen. Een beetje, nou, ik denk ik, heb ik nog nooit gezien. Ik denk, wat leuk. Nou, dan heb je één paar schaatsen. Nou, dan komt er dus een keer twee paar schaatsen. Dan heb je al een kleine verzameling. Nou ja, en dan uiteindelijk dan, uh, komen er gewoon veel meer bij. Het liek het wel een museum. Maar zou wel Harry het zelfs nog altijd net nemen? Al die schaatsen die hier bovenin staan, dat zijn vrijwel allemaal dezelfde schaatsen, allemaal of een vrieschaatsje of een doorloper. Er staat een ander merkje in, en dat doet een museum vaak niet. Die, die, die vinden dat niet interessant, omdat uh, men vraagt daar niet om. Ik vind dat als verzamelaar leuk, dus ben ik een museum? Nee, ik ben geen museum, ik ben een verzamelaar. En de collectie bloot mag groeien. Werd er met name op rommelmerken zacht, stuurt Haritje Wurde alle dagen marktplaats aan, Op zoek naar nieuwe feesten van van zielzameling. En mijn succes. Zo heb ik uh, deze week een, uh, een, een bordje binnengekregen uit, van de winter van 1929. Daar was ik al heel lang naar op zoek. Uh, is vrij zeldzaam. Ik, uh, ik wist het bestaan ervan. Ik heb een uh, vitrinekast uh, met uh, als thema de winter van 1929. En uh, ja, daar past dat bordje helemaal in. Nou ja, dat hebben we kunnen scoren op marktplaats. En daar ben ik erg blij mee. Hoe wordt de collectie nog altijd ongevuldigd? Maar na je aardig ietsjes, had Harry een duidelijke wens. Binnen het dak van de, van de schuur zou ik maar zeggen, wil ik het graag houden. En niet, niet dat, ik, dat ik nog straks weer op een andere plek nog weer uit moet breiden of iets dergelijks. Dus ik hou het hierbij. En er kan nog wel wat bij. En ik zie ook nog wel wat mogelijkheden om wat spullen kwijt te kunnen. Maar ik ben wel terughoudend.